Fred van der Wal is een internationaal werkend kunstenaar die in Friesland heel wat heilige huisjes omschapte met zijn veelal confronterende, erotisch getinte tekeningen, schilderijen en grafiek. Ook in zijn vele geschriften en weblogs schuwt hij de harde stellingnamen niet. Dit leidde niet altijd tot pijs en vree in kunstkringen. We gaan in Sint-Anne-parochie op bezoek bij het kunstenaars-echtpaar dat sinds 1978 hun vestiging in deze provincie zowel bejubeld als verguisd wordt. Je bent een zeer besproken kunstenaar. Ik zat me af te vragen van, hoe zie je jezelf? Nou, dat is een hele goede vraag. Ook een sympathieke vraag, maar vraag nooit aan de kunstenaar wat hij van zichzelf vindt. Want dan weten we het wel, dan zijn we onderweg 4 uur en dan houdt het niet op. Dat doen we dus niet. Nou, en dan vraag ik toch die vraag aan je vrouw, want ze staat naast je van, hoe zie jij je man? Nou, ik zie mijn man als een heel goede kunstenaar. En dat is ook de reden waarom ik een heel aantal jaren de kost verdiend heb. En waardoor we er redelijk goed van hebben kunnen leven. En waardoor hij dus fulltime zijn gang kon gaan in de kunstrichting. Dus zo zie ik het. En ik vind dat hij dus hele mooie dingen gemaakt heeft. En nog steeds hele goede dingen maakt. Je staat toch bekend als een van de beste in je werk. En toch is het heel jammer dat je niet geaccepteerd bent in de kunstwereld. Dat is nou net het enorme leed van grote kunstenaars. Dat maak ik zo vaak mee. Hoe beter, hoe verguisder. En zo hoort het ook. Ja, maar je zei wel tegen mij dat je het wel heel jammer vindt dat je toch in de kunstwereld niet gezien wordt als een van hun gelijken, maar toch altijd in strijd ligt met hun. Ja, daar zit iets in. En dat doet je niks? Niet veel. Je zit er niet mee? Niet echt. Maar je zou toch denken van, als je dan kunstenaar bent en je ligt onder vuur bij zoveel kunstenaars in je omgeving, dat er toch ook een hele tweedragzaait. Daar weet ik iets op. Toen ik een keer een korte tijd was op een kleuterschool, een Montessori kleuterschool, toen moest je ter verantwoording geroepen worden voor de klas. En toen dacht ik al, ik heb allemaal een scheid aan jullie als 4-jarige. En dat is altijd zo doorgegaan. Hoe denk je dat het komt dat ze jou niet accepteren? Of, laten we het anders formuleren, dat het samen niet werkt? Personality clashes. Ligt dat aan jouw persoonlijkheid of ligt dat echt aan hun? Het ligt aan beiden. Er heeft nooit eentje alleen maar de schuld. Zo zit het in elkaar. Hè? En ik vraag ook die vraag aan je vrouw. Hoe denk jij dat het komt dat jouw man in de kunstwereld niet altijd geaccepteerd wordt? Nou, Fred zegt dingen over zichzelf, maar ook heel veel over andere kunstenaars, die niet altijd zo flatterend zijn. En daardoor schep je dus een afstand naar anderen. En daar ontstaat dan jaloezie of herrie door. Zodat je dan eigenlijk zelf de bal teruggekaatst krijgt. En je er niet tussen aanhalingstekens inlikt in het wereldje van de kunstenaars. Ja, maar het lijkt me toch heel erg vervelend, de wetenschap, dat toch zoveel kunstenaars jullie weer zien gaan dan komen. Want die term mag ik op dit moment toch gebruiken. Ja, dat kun je zeker zo zeggen. En soms is dat inderdaad ook heel vervelend. En vindt Fred het ook wel vervelend dat het zo is. Maar dan zeg ik zelf ook wel eens van, nou, moet dat nou zo? Of, en dan zegt hij tegen mij van, nou, je moet je er niks van aantrekken. Je moet gewoon doorgaan en bezig zijn met de dingen die je wil. En of ze het nou mooi vinden of niet mooi vinden, gewoon doorzetten. Nou ja. Maar het loopt toch als een soort rooidraad door je leven. Want ik heb natuurlijk je biografie even gelezen en vanaf het begin dat je begonnen bent als kunstenaar tot nu, is toch het verzet van de andere kant groot geweest naar jou toe. En andersom. Nou ja, wie verzet tegen me pleegt, daar lever ik ook weer verzet op. Dus dan houdt het op. Hè? Waar uitzicht de conflicten in? Ja.
Ik vraag het even naar je vrouw. De conflicten die uiten zich in het niet kunnen tentoonstellen in galerieën. Niet over je werk schrijven. En het jammere is dus dat de bal doorrolt ook naar mijn werk. Ik ben dus beeldhouwster en een aparte persoon. Dus ik heb een aparte gedachte, een andere gedachtenwereld dan Fred heeft. Maar ik word dus ook niet, er wordt over mij ook niet geschreven in de Leeuwardenkrant. Ik heb vorig jaar een leuke tentoonstelling gehad hier in de kerk van waar Rembrandt getrouwd is. En Leeuwardenkrant heeft niet geschreven. Nou ja, dat is dus gewoon jammer. En ja, over Fred schrijven ze al helemaal niet. Nou, dus dat, nou ja, dat is een not done, zulke soort dingen. En je moet het toch een beetje van de pers, krantenpers ook hebben. Is het niet moeilijk om hiermee te leven? Ja. Nou, dat is het soms wel een beetje, dat is ook zo. Maar aan de andere kant denk ik van nou, er is natuurlijk, het speelt ook ten aanzien van de dingen die jij maakt, van die altijd heel realistisch zijn. Terwijl dus heel erg in de jaren 60, 70 de abstractie werd gepromoot. Dus die twee richtingen, die staan dus lijnrecht tegenover elkaar. En dat speelt dus ook een rol in dat conflictueuze geheel. En als Fred daarover schrijft of Weblos over schrijft en ook altijd dus het realisme promoot, ja, dan heb je dus al een heleboel categorie tegen je van die abstracte kant. Dus dat schept dan ook al heel veel conflicten. In Leeuwarden ben je ook lid geweest van een club Fria. Leg eens uit, wat is die club? Die club was een verzameling kunstenaars die niet in de subsidiesrichting vielen of in de beeldende kunstenaarsregeling waar ik uitging in 1976, zoiets. Dus wij verzetten ons tegen het aankoopbeleid wat alleen gericht was op BKR-kunstenaars in Friesland. Dat heeft een hele hoop herrie gegeven, tot op ministerieel niveau, tot de minister Brinkman. Ik heb in het panorama gestaan met de oprichting van de minister Brinkman fanclub. Dat was natuurlijk ook olie op het vuur om dat te doen, want dat ging helemaal niet bij kunstenaars Brinkman. Nou, op een gegeven moment zaten we in het bestuur, uiteraard, van Fria. Ik was daar secretaris van, een hoop werk en rondsturen en postzegels en weet ik wat niet allemaal. Toen hoorde ik van de voorzitter dat ze gingen de statuten veranderen zonder overleg met de vergadering. En dat kan niet. Je mag statuten niet veranderen. Ze wilden ook BKR-mensen erbij hebben. Daarvoor was de vereniging niet opgericht. Dus ik zei van, dan stap ik eruit. Punt uit. En dat was het einde dat je dus lid was van die vereniging? Ja, einde verhaal. Ja, die wij zelf hebben opgericht toen we in Gerijp woonden. Nog erger. Dus, ja. Ik wil lid worden in 2002 weer. Gerhild Toot zat er toen in als voorzitter. Die zegt, je mag geen lid worden, want je bent gerolleerd. Krantenartikel laten zien uit de Leeuwardenkrant. Ik ben helemaal niet gerolleerd. Ik ben er zelf uitgestapt met de achterlating van niet betaalde kosten die ik heb gemaakt. Dus waar hebben we het over? Zou het niet een suggestie zijn om met de kunstwereld de vredespijp te gaan roken, om uiteindelijk alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen? Fantastisch idee. Ik wil er wel iets aan toevoegen, maar dat is niet voor de camera te doen. Dat doe ik straks wel. Nou, het lijkt mij een hele goede suggestie. Van dat zou hier thuis kunnen met het genot van een glas wijn. Of misschien in café Het Gouden Paard in Oude Beeldzeil. Die staan daar waarschijnlijk ook wel voor open om een gezelschapje te ontvangen. Maar dan moeten we wel wat respons daarop krijgen. Dat we daar niet met z'n tweetjes alleen zitten. Want dan heeft het natuurlijk geen effect. Maar ja, goed, ze weten nu na deze aflevering contact met jullie te krijgen, te vinden en naar me hopen op een hele goede afloop. Oké, hartelijk bedankt. En ook een prettig Pasen natuurlijk, hè? Pinksteren en nieuwjaar.